Vrienden, even een update natuurlijk over de B&B vol liefde. Nou ja, ze noemen het vol liefde, maar het is... Zo moet het helemaal niet heten. Het is een soort klussenbus of zo, weet ik veel. Er worden alleen maar mensen worden aan het werk gezet. En die moeten timmeren en schilderen en doen en boel schoonmaken. En ach jee, er is net zoveel romantiek in de lucht als op een dansfeest in een nonnenklooster. Ik bedoel, daar is nou werkelijk geen enkele spanning. Er wordt niet geflirt, er wordt niet aangeraakt, er wordt niet gezoend, er wordt helemaal niks. Het is alleen maar elkaar aan het werk zetten en dat is het dan. En dat noemen ze dan B&B vol liefde. Daar kom zeg. Maar ja goed, we zijn wel Konijntje kwijt. Ja, vrienden, heb je gezien? Konijntje is weg. Ja, die is er vandoor. Konijntje had er geen zin meer in. Nee, die zit daar bij Bonjour. En die denkt bij zichzelf... Ja, dat gaat niks worden, nee, want zij was van de hele serieuze Pinkstergemeente. Het is heel zwaar bidden en weet ik veel allemaal. En daar had Bonjour helemaal geen trek in. En zij vond het erg dat Bonjour er wat van zei. Dus die hebben gebotst. En nu is Konijntje weg. Hebben we alleen nog over daar. Daar hebben we dan nog een nieuwe dame. Naam weet ik niet. Maar die speelt ook geen enkele rol. Want we hebben daar nog over... Het slagschip, Romana. Ja, maar dit slagschip, die moet je eens in de gaten houden. Die markeert dat hele gebied om haar heen. En dat van Bonjour. En daar komt niemand meer doorheen, moet je opletten. Die heeft zich helemaal bedacht van, ik ga hier wonen. En ik ga hier zitten met die Bonjour. En niemand komt daar meer tussen. Let nou maar op. Want kijk, die Bonjour, dat is een lomperd eerste klas. Maar zij is ook verschrikkelijk lomp. Dus wat hebben we dan? Lomp en lomp, die vinden elkaar en... Nou, die worden dolgelukkig. Dat kan die gewoon niet anders. Nou, dan hebben we die Debbie in Isaleno in Italië. En heb je die gezien? Ja, dat is Miss Drenthe uit 1956. Maar, nog even wat. Ze is niet alleen een beetje ongezellig, maar ze is voornamelijk ongemakkelijk. Dus vandaar, zij heet vanaf nu Debbie Salerno. Ongemakkelijk. En ongemakkelijk, die zet alleen maar al die gasten aan het werk. Die heeft daar ene Melvin lopen. Die haar dus ook nog een soort van leuk vindt. En die doet heel zijn best. En die gozer, die timmert zichzelf daar gewoon een tennisarm. Ja, en wat hij moet doen, die moet haar rekening sturen gewoon. Voor alle werkzaamheden die hij heeft verricht. Maar ook daar is het dus zo verschrikkelijk niet romantisch. Dat is werkelijk geen pen te beschrijven. Nou, en dan hebben we natuurlijk die gozer nog in Portugal. Ja, Jacob. Vanaf nu natuurlijk heet de vader Jacob. Vader Jacob en zijn vier vrouwen. Maar ja, die vader, die weet ook niet wat hij daarmee aan moet. Nou is het ook niet dat hij verblind wordt door vier schoonheden. Nee, dat is ook niet zo. Hij is ook niet de makkelijkste hoor, die vader Jacob. Dus ja, dat is maar ook een vertoning daar. Ik weet, daar krijg ik ook geen enkele hoogte van. En het is daar voornamelijk ongezellig ook. En zo, vrienden, vragen wij ons af, jullie en ik, waar wij in godsnaam naar zitten te kijken. Ja, en dat blijven we ons de komende weken, blijven we ons dat afvragen. Want dan heb ik het nog niet eens gehad over Jodel Haiti. Want Jodel Haiti, die heeft nu al drie kerels daar zitten. En waarvan ze er eigenlijk maar eentje moet nemen. En dat is de gozer die het eerste kwam. Dat is die Nico. Want die Nico, die ziet het nog wel zitten in Jodel Haiti. Maar Jodel Haiti, die kijkt steeds gewoon langs hem heen. Die ziet hem eigenlijk niet staan. Terwijl hij de hele tijd heel erg hard zat te zwaaien. Van, hier ben ik. En daar zou Jodel Haiti heel blij mee moeten zijn. Want die is natuurlijk volkomen verknipt met al haar schoonmaakfobieën. En praten tegen de hondje. En daar stapt die Nico waarschijnlijk gewoon overheen. Ja. Dus, Jodel Haiti, hey, neem een tip van mij aan. Pak die Nico.